En dan merk je op zijn nieuwe zoet dat het hield iets meer en meer rest wordt. Door wie een protte bewolking, hier en daar een glimpje zinnen, hier en daar een buiken. Maar het waait al stevig. En die stevige wien, ja, die valt toch de komende dagen niet wel op. En ik begin ik miljoen en vannacht. Meest bewolkt, miljoen eerst nog wel een paar opklarings. Vannacht misschien een enkele opklaring, maar de bewolking had de oerhoorn. En de temperaturen binnen heeg 16 graden. Milde lucht dus. En letter vanuit het westen mooi ruin, mooi een buiig karakter. De wien, het onstwarmig hield van het kustgebied. En die komt uit het zuidwesten mooi. En dan monen. Ja, we beginnen met rein, die buiige rein, daarna komen de opklarings, komt de zinnen erbij. Maar na die zinnen, in de rin van de midden, in de joentiet, in de nacht, buien vanuit het westen mooi. En dat binnen stwarmbuien, we komen ze op tonger en we komen ze op minstit, misschien wel zwieren minstit. Hoe daai een temperatuur om bij de 16 santjen graden heen, steeds maar gelijk om vannacht. En de wind die draait naar het westen, krijgt er rond het waardgebied stwarmig, krijgt zon rond 8 en natuurlijk die waarschuwing van die windstitten. In de nacht dus ik die buien, die stwarmbuien en dan zetten we terug naar vrijd. Ja, op vrijd in het vooruitzicht. We komen een aantal koele, koude, kille dagen zien, maar zo'n 13 of 14 graden. Vrijd, sneeuwen en snijden. En op vrijd hebben we dan nog wel zinnen, maar buien en een krijftige onthullen betekent een stwarmige wind uit het noordwesten mooi en die buien komen ze op tongen en misteerten. Op sneeuwen en snijden betekent ruin, dus twee volle wierte dagen. Ja, takke Mieke, ik nog gest, maar we moeten morgen maar weer even in het waarschijn.